Goeiedag, mijn naam is Arthur Oosterbaan, ik ben conservator bij Ecomare en ik ga het hebben over duikende vogels. Je hebt allerlei soorten vogels die duiken en ook al zijn ze van heel verschillende families. Ik heb er uit de collectie van Ecomare heb ik er een paar meegenomen. Hier heb je de eenden, in dit geval een grote zaagbeker toppereend en een zwarte zeeëend. Dan de futen en duikers, dat is een roodkeelduiker en een geoorde fut. Dan hebben we de aalscholver en de, dus een heel andere familie. Weer een andere familie is dus de aalscholver en de Jan van Gent. Dan hebben we een meerkoet, die ligt hier op zijn kop. Dat is niet voor niks, maar die ligt hier op zijn kop. Dan hebben we een ijsvogeltje en dan hebben we een visliefje en een papegaaiduiker. Allemaal duikende vogels, maar totaal geen familie. En toch heel behoorlijk wat dingen hebben ze vaak hetzelfde. En dat komt omdat ze aangepast zijn aan het leven als duikende vogel. En ja, daarvoor heb je dus bepaalde kenmerken nodig. En die hebben al die vogels onafhankelijk van elkaar in de loop van miljoenen jaren ontwikkeld. Die algemene kenmerken, dat is allereerst een gestroomlijnde vorm. Dat kan je hier bij deze aalscholver heel mooi zien. Hij moet natuurlijk makkelijk in het water kunnen glijden en niet al te veel weerstand hebben, dus gekke kuiven en dat soort dingen zul je bij duikende vogels niet tegenkomen. Dan de poten, vaak met zwemvliezen, maar in het geval van de meerkoet en de fut, die hebben gelopte poten. Kijk, gelopte poten. Maar de meeste hebben zwemvliezen, zoals we dat ook van eenden kennen. Die poten die staan ook vrij behoorlijk ver naar achteren ten opzichte van het lichaam in het algemeen. Bij de zeeduiker is dat dus heel erg extreem. Ik doe het kaartje even weg, kijk, dan zie je dat die poten echt helemaal achteraan zijn. Dat is gewoon makkelijk bij het duiken, dat die poten waarmee ze dus duiken, dat die achteraan staan. Dan gaat dat beter. Dus die poten zitten ver naar achteren. De snavelvorm is afhankelijk van wat die eet. Heel veel duikende vogels die jagen op vis en die hebben een langwerpige spitse snavel, zoals de zeeduiker, de aalscholver, de Jan van Gent, de sterns. Die hebben allemaal een spitse snavel. Nou, de grote zaagbek die heeft daar dan ook een spitse snavel, maar dan met een zaagrandje, zodat je de vissen goed kan vastgrijpen. Maar de eenden die hebben een heel andere snavel, maar die jagen dan ook niet op vis. Die duiken naar bodemdieren, schelpdieren en ja, die hebben dus een heel andere vorm van de snavel. En ook de meerkoet heeft een heel gek klein snaveltje, die kijk hier zo, en daarmee vakt die waterplanten en dat is dus ook een andere vorm. De papegaaiduiker is een apart geval, die heeft zo'n hele hoge snavel, want die snavel dat is zijn pronkorgaan, daarmee laat hij zien van ik ben een geweldige papegaaiduiker en ik mag ook mooie felle kleuren. En die heeft dus een speciale hoge kiel op zijn snavel. En buiten de broedtijd valt dat ding af en dan is hij veel korter en gewoner, zeg maar. Dus dat is over de vorm. Dan heb je ja, die duikende vogels, ze duiken allemaal in het water. Maar ze doen dat op verschillende manieren. De eerste manier, dat is de stootduik. Dat zijn vogels die dus vanuit de lucht naar beneden vallen, zich naar beneden laten vallen en dan in het water aan de oppervlakte een visje grijpen. Typische stootduiker is de visdief, die je dat ook regelmatig ziet doen en die dus niet echt heel erg diep komt. Een ijsvogel komt al wel wat dieper. Hier heb ik een ijsvogeltje. Die kan al wel ietsje dieper gaan, maar ook niet heel erg diep. Die gaan echt vanuit de lucht. Nou, de meest spectaculaire, dat is een vogel die wij hier op Ecomare levend hebben. Maar dit is dan een opgezette. Dit is een Jan van Gent. En die heeft dus een hele speciale houding. Hele speciale houding. Dit is de duikhouding van een Jan van Gent. Dan slaat hij zijn vleugels helemaal naar achteren. En als een torpedo gaat hij dan in het water en dan kan hij nog wel een metertje of 5 diep komen. En op die manier
kan hij dus op vis jagen. Dat is, als je dat een keer hebt gezien, het is heel spectaculair om te zien. Heel soms kun je dat op Texel zien. Ik zet hem even ergens anders. Ja, zo groot. Dat was de Jan van Gent. De Jan van Gent heeft nog iets leuks. Als je kijkt naar, naar het skelet van de Jan van Gent, dan zie je dat het voorste deel van het skelet, bij de vleugels, hier zo, zijn die botten opvallend zwaar gebouwd en heel stevig. Want deze botten die moeten dus die klap opvangen in het water. En hij moet niet zijn botten breken. Dus vandaar dus dat die botten heel erg stevig zijn. En dat kun je zo kun je dat aan Jan van Gent zien. Dat zijn de stootduikers. Dan heb je de matig diepe duikers. Die duiken in het algemeen met een sprongetje. Die gaan dus, als ze willen duiken, dan springen ze heel eventjes uit water en gaan dan verticaal. En die zwemmen alleen met hun achterpoten. In het algemeen doen de meeste eenden doen dat. Bijvoorbeeld de zaagbekken, de toppereend. Dit is een toppereend. En ook de futen doen dat. Kun je dus ook heel vaak gewoon zien. Het gaat een beetje met een sprongetje om van de horizontale naar de verticale houding doen. En ze gebruiken vleugels onder water niet. Het blijft tussen die torpedovorm van het lichaam. Maar ze kunnen wel heel wendbaar zijn en zo achter vis aangaan. En die gaan tot een meter of 10 ongeveer. En dan heb je de derde groep van de duikers, dat zijn de echte diepe duikers. Die kunnen wel tot 50, 60 meter diep komen. En dat zijn dus de vogels die ook hun vleugels onder water gebruiken om zo diep te komen. Dat zijn dus allereerst de zeeënden die dat doen. Die zeeënden die moeten naar de bodem toe. En afhankelijk van hoe diep ze kunnen dus echt heel erg diep. En daar zoeken ze dan naar schelpdieren. De papegaaiduiker en de zeekoet en de alk, die doen dat ook. En die kunnen dus, omdat ze hun korte, stevige vleugeltjes ook gewoon echt goed kunnen gebruiken, onder water, kunnen ze dus zo diep komen. Dat zijn dus de beste duikers van allemaal. De meest extreme, die hebben we niet in de collectie van Ecomare, want die komt hier absoluut niet voor. Dat is de pinguïn. En die kan met zijn vleugels ook helemaal niet meer vliegen, maar des te beter duiken en heel diep komen. Die alken en die zeekoeten, ze lijken wel een beetje op een pinguïn, maar ze kunnen nog wel echt wel vliegen. Maar hun vleugels zijn dus heel kort en stevig. Dat is handig voor onder water. In de lucht zouden ze eigenlijk wat groter moeten zijn. Maar ze kunnen nog net vliegen, zal ik maar zeggen. Dat zijn de allerdiepste duikers. Tot slot wou ik nog iets vertellen over de kleur. De kleuren van allerlei duikende vogels zijn toch wel heel verschillend. Denk maar aan een ijsvogel. Sommigen hebben een witte buik. Dat is camouflage. Het is namelijk, ze jagen immers op vis. Voor een vis komt het licht van boven, dus dat is wit. Dus als je een witte buik hebt, dan val je minder op voor een vis en dan jaag je hem niet zo gauw weg. Gaat niet altijd op en het gaat natuurlijk al helemaal niet op voor de zwarte zeeëend en de meerkoet. Maar ja, die eten dan ook schelpendieren en algen en daar speelt dat natuurlijk helemaal niet. De aalscholver, heel veel aalscholvers in de wereld hebben wel een witte buik. Onze aalscholver heeft als jong dier, een jonge vogel heeft wel een witte buik, maar volwassen dieren niet. Die is dus dan de uitzondering. En de bovenkant van de vogel, ja, kan allerlei kleuren hebben, kan wit of grijs zijn of gekleurd of wat dan ook. Dat maakt dan niet zoveel uit. De volgende keer als je een duikende vogel ziet, kijk dan of het een stootduiker is, of een ondiepe of een diepe duiker, of die zijn vleugels gebruikt onder water. Dat kun je vaak wel aan het begin wel zien. Als je er meer van wil weten, kom.
Kom graag een keer naar Ecomare. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vind dit soort dingen altijd heel erg leuk.